week in Rotterdam onderweg. Werkzaamheden aan de West-Blijdorpbrug, de A15, de N209, de A20 en de Hartelbrug. Vanaf 28 oktober tot en met 25 november wordt de West-Blijdorpbrug bij het Kleinpolderplein afgesloten. We staan hier bij de West-Blijdorpbrug. Wij gaan hier groot onderhoud uitvoeren. Dit betekent concreet dat wij onder de landhoofden het grondmassief gaan weggraven en de palen die daar aanwezig zijn versterken. Tijdens deze versterking mag er geen autoverkeer over de brug rijden en tevens wordt het bestaande asfalt op de brug vervangen. Tijdens de afsluiting van de West-Blijdorpbrug wordt het verkeer vanaf de A20 omgeleid via afslag 12 bij Spaanse Polder en afslag 14 bij het Schieplein. De omleidingen staan aangegeven vanaf de A20. Aan de N209 wordt tot en met maandag 4 november gewerkt. Tussen Bergse Hoek en Bleiswijk is de N209 daardoor door de weeks in de avond en nacht en in het weekend afgesloten tussen de Bergse Brug en de kruising Hulslootweg. De afsluitingen zijn door de weeks van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Overdag is de weg wel bereikbaar. En van vrijdag 1 november 9 uur 's avonds tot maandag 4 november 6 uur 's ochtends is de weg geheel afgesloten. Daarna zijn de werkzaamheden afgerond. Omleidingen lopen via de A12, de N470 en de N471. In Spijkenisse wordt tot en met 4 november nog druk gewerkt aan de Hartelbrug. Vanuit Spijkenisse is de Hartelbrug richting de A15 dicht van maandag tot en met vrijdag tussen 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Omrijden kan via de Spijkenisserbrug. Op overige tijden is er in iedere rijrichting 1 rijstrook beschikbaar. Vanaf vrijdag 1 november wordt er gewerkt aan de A20 tussen Coldenhoven en Westerlee. Verkeer in de richting van Hoek van Holland wordt omgeleid via de A13, A4, de N223 of de N222. De werkzaamheden starten op vrijdag 1 november om 10 uur 's avonds en zijn maandag 4 november om 5 uur 's ochtends afgerond. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.